Ongeveer 5 maanden geleden bleek dat de vorige exploitant van Sporthal de Brink en gymzalen Sterrenbos en de Abbekus in Huissen niet met de gemeente doorging. En wij hebben dat als Sportservice Lingewaard het beheer overgenomen. Als Sportservice Lingewaard hebben wij een bredere doelstelling dan alleen het beheren van accommodaties. Daarbij willen we dus ook de lokale gebruikers die gebruik maken van onze hallen ondersteunen. Maar ook zeker de samenwerking tussen en scholen en de sportverenigingen bevorderen. Wat je vaak ziet is dat overdag veel scholen actief zijn en in de avonduren veel sportclubs. Het zou mooi zijn als we die brug daar tussen kunnen slaan. Hè, dat verenigingen scholen helpen bij een betere invulling van de gymles. En dat uiteindelijk dat ook weer leidt tot meer deelname bij verenigingen van de jeugd van de scholen. Wat dat voor de gebruikers van de sporthallen betekent is dat wij gaan dat beheer op een veel maatschappelijke manier vormgeven. Dus dat betekent eigenlijk dat we veel meer zeggenschap ook bij de gebruikers neer willen leggen. Dus dat betekent dat verenigingen en scholen mee kunnen denken over wat er in de hal gebeurt. Wat wij dus nastreven is dat verenigingen en scholen en andere gebruikers het echt als hun hal gaan zien. Dus zich ook daarbij thuis voelen. Dus je kunt daarbij denken aan dat ze iets kunnen bepalen over de kleuren die er gebruikt worden. Dat ze hun eigen sponsorborden van hun vereniging op kunnen hangen. Het zou ook kunnen betekenen dat ze bijvoorbeeld foto's van hun vereniging of van hun activiteiten in de ruimtes op kunnen hangen. Dat ze niet alleen de sportaccommodatie gebruiken, maar ook de zalen eromheen, bijvoorbeeld voor vergaderingen. En dat ze gewoon als vereniging en als gebruiker veel meer hier zijn. Nou, mocht je nou geïnteresseerd zijn in Sportservice Lingewaard en wat er met deze sportaccommodaties gaat gebeuren, dan kun je altijd contact opnemen. Of als je een mooi idee hebt of een bijdrage wil leveren in het geheel, dan kun je contact opnemen met mij, Nick van der Ham, via n.vanderham@swlingewaard.nl.